Kan jij iemand voor de gek houden? Hashtag wij onderzoeken. We gaan de hersenen van deze proefpersoon foppen. Wetenschapper Chris Dijkerman van de Universiteit Utrecht onderzoekt hoe mensen hun eigen lichaam beleven. Soms klopt dit niet met hoe het echt is. Om te testen hoe dit werkt, gaan we een illusie maken. De rubberen handillusie. We laten haar geloven dat de rubberen hand echt haar hand is. Ja, ik snap dat je niet zo snel een rubberen hand thuis hebt liggen, dus pak de volgende spullen erbij. Een doek, kartonnen plaat, opgevulde rubberen handschoen, een hamer en een proefpersoon. Als je deze spullen hebt gepakt, wat wil je dan precies weten? Ga als een onderzoeker aan de slag en schrijf jouw vraag op. Bijvoorbeeld, hoe lang moet ik over de handen aaien voordat het werkt? Je vraag heb je. Nu gaan we onderzoeken. Zorg ervoor dat de echte en nephand naast elkaar liggen, maar de proefpersoon zijn eigen hand niet kan zien. Ga heel precies en tegelijk over dezelfde vinger van de echte en nephand. Begin met een lange tijd over de vingers te aaien. Dan is er een grotere kans dat de illusie werkt. Pas op met de hamer! Sla snel en ja, op die nephand! Dacht zij even dat je op haar echte hand sloeg? Doe het experiment vaker. Voelt de proefpersoon pijn in de nephand? Bedenk goed of je met dit onderzoek ook echt je vraag beantwoordt. Gebruik bij dit onderzoek ook eens verschillende handschoenen of nephanden. Werkt het bijvoorbeeld ook met een hand van, knakworsten? Maak foto's en filmpjes, zodat je het onderzoek ook terug kunt zien. Intussen nog meer vragen bedacht? Probeer ook die te onderzoeken. Laat je ons weten hoe het is gegaan. We zijn onwijs nieuwsgierig. Laat je reactie achter of deel jouw onderzoek met hashtag #wijonderzoeken.